Hallo allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar een gloednieuwe video van Life of Alice. Woehoe! Oké, ik sta hier voor mijn appartementencomplex en ik dacht laat ik vandaag maar eens even een roomtour gaan doen. En ik begin vanaf hier, vanaf buiten. Dit is de ingang, hoofdingang van het appartement waar ik woon. En ik neem jullie mee. Hier woon ik. Watermark 38 Southern Circuit. The Lakes Northwest. En we gaan naar binnen. Dit is trouwens de hoofdingang. Ja, of course. Maar ik ga nooit via de hoofdingang naar binnen. Even ter informatie. Maar ik dacht, dit is wel leuk om te laten zien. Het is echt een heel nieuw gebouw. Ik heb trouwens ook echt vet veel geluk dat ik hier woon. Omdat dit de nieuwste appartement is die Hilson heeft gehuurd. En ik woon hier met 3 andere studenten. Dat heb ik al gezegd in mijn vorige video. En ik ga weer verder filmen. Ik probeer alles in 1 take op te nemen. Want dat was leuk. Ik ga wel eerst eventjes hier naartoe. Want dan laat ik zien wat ik allemaal kan doen in het appartement zelf. Nou, hier heb je een kleine mini gym. Heb ik vanmorgen heel eventjes gebruik van gemaakt. Oh, hi. En hier is het zwembad, privé zwembadje van 1 meter diep. Ja, het is goed voor buiten zwemmen en zo. En er is dus iemand hier aanwezig. Ik kan trouwens hier van 6 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds kun je hier of zwemmen of trainen. Nou, dan gaan we verder naar de ingang van waar ik woon. En dat is hier zo. Dus dat gaan we even doen. Oh, wacht. Nee. Daar. Daar zo heb je een plaatsje om te zitten en te chillen. En dan heb je hier een barbecue. Ik laat het even zien. Dat vind ik wel leuk. Kijk, in hier heb je barbecue. En daar kunnen we ook gebruik van maken. Dus vet leuk. Dus. Het is zo hoog. Oké, we gaan snel weer door. Want ik ben alweer 3 minuten aan het filmen. Bijna. Oeps. Nou, hier heb je de ingang. En we gaan naar nummer 1. Dit is trouwens de key. Is goed beveiligd hier zo. Hallo. Neem maar mijn slippertjes. Naar. Kijk, eerst moet ik dit voorhouden. En dan pas kan ik drukken om naar de verdieping te gaan. Die ik moet gaan. Floor 1. Door is open. Yay. Oké, en nu zijn we aangekomen bij mijn crib. Hey, nummer 7. Een van mijn lievelingsgetallen. Nummer 7, nummer 14. Dat zijn mijn lievelingsgetallen. Jee, nummer 14, omdat dat mijn rugnummer was. Het is voetbal. En nummer 7, getal van de volheid ofzo. In ieder geval, we zijn binnen! Yeah! Linda! Oké. Ik ben hier met mijn huisgenootje Linda. Linda, say hi to all my followers. No? You can say hi from there. Oké. Dit is mijn kast en die van mijn roomie, Jacinta. Ik laat alleen mijn gedeelte zien. Dat is dit. En dit. En aan deze kant heb je de wasmachine. En ik heb wat dingen gewassen. Dus het is klaar. Dus kan ik zo even ophangen. En dit is een washok. Schoonmaakhok. Sorry mensen dat ik niet echt denderend goed film. En dan hebben we dus de hal. Maar we gaan eerst naar links. Rechts. Rechts. Dit is mijn kamer. Samen met mijn roomie. Ja, en ik heb een bal gekocht mensen. Ik kon het niet laten. Maar ik moest echt een bal. Dit kind
is en blijft eeuwig kind. Dit is mijn bedje. Mijn spulletjes hier. En dan is dit onze kast. Dat is van Jacinta. En dit is mijn kast. Ik heb na 7 weken heb ik eigenlijk wat fotootjes geplakt. En wat kaartjes geplakt. Die ik mee heb gekregen. En ja, dat dus. Ik ben alweer 5 minuten aan het filmen. Super leuk. En dan gaan we door naar de linkerkant. De badkamer. Dit is mijn badkamer die ik deel met mijn roomie. Dit is echt vet mooi. Oh, even de informatie. Ik film vandaag omdat we vandaag een schoonmaakcheck hebben. Dus alles ziet er vet mooi en netjes uit. Maar we gaan verder. Dit is de douche. WC. Dit zijn mijn spullen. En dat is haar kast met spullen. Het is mijn kast met spullen. Nou, ik heb hier wat productjes. Very interesting, je weet het. En dit is mijn... Oeh, mijn kast. Ja, echt heel erg leuk, hè? Interessant, super interessant. Maar goed, ik ben wel echt super blij met dit. Yes, en dan gaan we verder. Naar de woonkamer. Dit is een bureau, maar die wordt gebruikt als een soort van rommelhoekje. En dit is onze woonkamer. Welcome to my crib! Mijn... Alicia, you have to see this car. Mijn huisgenootjes zijn het opruimen. Aan het verstoppen. Wat? What do I have to see? Check. Oh, this girl is hiding. She's a little bit shy. And she's Swedish, so you can see it on this, oh my gosh, my English sucks. Okay, in geval, where are you, Linda? I'm in the closet. Why? This is my prayer closet. Oh, you have your own war room? Yes, I'm gonna show you. Oh, yeah? Can I see? Can everybody else see? No, I'm not dressed. Oh, it's... Come in. Yay. Okay. I won't show you. Oh my gosh, look at this. Do you want to be on film? No. Okay, only your hair. Your beautiful hair. Your beautiful curly hair. Okay, I wanna be this anonymous, like no one knows who I am. Like everyone knows who I am, but they don't know what I look like. You know? Mm. Well, they follow me on Instagram as well, so. Oh. They have already seen you. That's so why I have. Yes, I do. I'm gonna follow you. It's in Dutch. Sorry. Well, just for your subscribers, I'm gonna subscribe to you. Okay, cool. Cool. Dit is de slaapkamer van Linda en Aaliyah. Ja. Yeah. Ik zal het niet laten zien. Maar dit is hun badkamer hier zo achter. Mm. En hier voor mijn neus is een slaapkamer. En ik ga weer weg. I'm going. Bye. Dus, zijn we weer in de woonkamer. Nou, leuk bankje. Nog een leuk bankje. En nog een leuk bankje. Dit is onze eethoek. En dan heb je hier de keuken. And I love the kitchen. Oh my gosh. Oeh. Dit is onze storage. En kijk, dit is mijn gedeelte. Allemaal troep. En MTV Cribs. Style. Dit is our cool cast. Ik ga gewoon Nederlands praten. Want, oh my gosh, I suck at talking English. Dit is mijn rijtje. Ik heb niet veel eten meer. Dit is de oven, magnetron. En dit is mijn kast. Heb ik niet opgeruimd, dus laat ik niet zien. En 5 gaspit. En ja, dat is het zo'n beetje. Laatste ding wat ik laat zien is ons balkonnetje. Kijk. Leuk, hè? Prachtig. En daar is altijd zonsondergang. I love, love, love it. En dit is ons uitzicht. Daar, dat witte gebouw, dat is de epicenter. En dat is zeg maar waar ik les heb. En dat is dus ook, daarachter is dus de campus. Dus vet dichtbij. En daar zijn hele knappe jongens, misschien. Ik weet het niet.
die voorste. Grapje. En in ieder geval daarachter, daar is de mall. En alles is dus echt op loopafstand. Verder wij 5 minuutjes lopen en ik ben op school. Ik ben bij de supermarkt en bij de McDonald's. En dit hier onder mij, dat is die barbecue. En daar heb je dus een uitgang waar ik altijd langs loop. Als je me op Insta of Snapchat volgt, dan heb je dat wel eens gezien. Maar goed, dit was dus mijn roomtour. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om naar deze video te kijken. Een keer wat anders. En ik hoop zo snel mogelijk een nieuwe vlog te posten. In ieder geval bedankt voor het kijken. Like, deel en abonneer. En hopen jullie de volgende video weer te zien. Linda, say bye! Bye! Subscribe on my channel! Peace out!